Beste kijkers, hartelijk welkom. Alweer de 11e editie van Cirkelen Bouwen Retail met RBM als frontleader. Van afval naar grondstof. De cirkel van Cirkelen Bouwen is nagenoeg rond en vandaag zijn we hier in Best bij het mooie familiebedrijf Friet van der Laar. Toonaangevend bedrijf in retailbouw, retailrenovatie en sloop. En met name bij Cirkelen Bouwen is de restwaarde van de grondstoffen en de materialen van cruciaal belang. Vandaar dat we niet meer over sloop praten, maar over demontage. En daar is natuurlijk ook weer het grondstofcentrum bij betrokken. Uiteindelijk moeten we allemaal een steentje bijdragen om de grondstofschaarste tot een minimaal te beperken. En laten we nou samen eens op zoek gaan naar Ben van der Laar en wat hij te vertellen heeft over dat mooie bedrijf. Gaan jullie mee? Ben, leuk je hier te ontmoeten in Best bij Eindhoven. Onze kijkers en natuurlijk zelf hebben een paar vragen die we graag aan jou wilden gaan stellen. En een van de vragen is, kan je iets meer vertellen over jouw bedrijf en waar jullie dan voor staan? Ja, het bijzondere is dat we echt familiebedrijf zijn. Mijn ouders zijn het bedrijf in 1994 begonnen, samen. Met hun ambitieuze plannen is het bedrijf gegroeid en zijn we uitgebouwd tot een van de topspelers in de markt. Ik ben bevoorrecht om dit samen met mijn broer te doen. En dat ook de visie van mijn vader en van mijn ouders door kunnen te zetten om alles simpel en werkbaar te maken. En als we dan gaan kijken wat het unieke daarin is, is dat we onze medewerkers zo kunnen opleiden dat ze niet slopen, maar eigenlijk op een dusdanige manier demonteren dat we de grondstoffen, de materialen die we uit de winkels halen, weer terug kunnen brengen in de recyclingstromen. En voor ons is de persoonlijke ambitie om die grondstoffen eigenlijk zo te kunnen recyclen dat ze ook weer als nieuw product in de winkels terechtkomen, zodat de complete cirkel weer helemaal gesloten is. Wat me ook zo integreert als we kijken even naar de partnerships. Hè? Hoe zie je dan RBM in dat partnership? Wij werken ieder project met vaste partners en onderaannemers. Dat is ook echt heel erg belangrijk om op zo'n manier samen te werken dat de snelheid gewaarborgd is, dat er veilig gewerkt wordt en dat we weten wat we aan elkaar hebben. Wij zien het ook zelf dat onze partners eigenlijk een deel van onze familie zijn. En dat is eigenlijk cruciaal om eigenlijk iedere dag alles waar te maken voor onze klant. Ben, nog een vraagje even over dit mooie pand. Helemaal verduurzaamd. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, zeker Gerard. Dit was voor ons een heel waardevol leerproces. We hebben dit 3 jaar geleden in eigen beheer gebouwd. En we hadden de ambitie om te kijken hoe ver kunnen we gaan met duurzaamheid. We hebben al die kennis hebben we samengepakt. En hebben we eigenlijk vertaald naar een werkbare methodiek om zo te kunnen kijken wat we kunnen realiseren, wat we zo kunnen behalen. Dit is het resultaat daarvan geworden. En die kennis die kunnen we weer gebruiken om klanten en partners te inspireren om ook verder te verduurzamen. Namens de kijkers, hartelijk dank voor deze hele mooie toelichting van dit hele mooie, fantastische familiebedrijf. Ik wil graag tot een afsluiting komen, beste kijkers. Circulariteit, dat staat met name voor partnerships en digitalisering. Tevens kunnen we ook zeggen dat projectbureaus zullen ook moeten veranderen richting een regisseurschool. En daarnaast zit er ook nog een businessmodel aan vast vanwege de restwaarde. Maar graag kom ik met kerst nog even bij jullie terug, waarmee we dan ook gelijk het jaar afsluiten. En zo gaan we richting 2022. Graag tot binnenkort.